Welkom bij de School Captains, oftewel de grote helden van de kleine velden. Vandaag kom ik erachter welk team hier van de dorpsschool in Voorde de nieuwe School Captains worden. En dus de aanvoerdersbanden krijgen. Let's go. We zijn hier vandaag voor de Doekoe Scholenactie van Co-op. Bij deze actie is het de bedoeling om zoveel mogelijk Doekoe munten te sparen. Deze krijg je bij Co-op bij aankoop van geselecteerde producten. Deze Doekoe munten kan je dan bij jouw lokale Co-op doneren aan jouw school in de buurt. En aan het einde van deze actie, hoe meer munten er gedoneerd zijn, hoe meer je kan besteden aan sport en spelmaterialen. En oh ja, sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling bij kinderen. Ai, 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 de wedstrijd gaat zo meteen beginnen. Wie, oh wie, worden de school captains? Maar eerst moeten jullie jezelf even voorstellen. Ik ben Itz, ik ben verdediger en mijn specialiteit is steekpasses. Ik ben Thijs, ik ben een aanvaller en mijn specialiteit is dribbelen. Ik ben Bram, ik ben keeper en mijn specialiteit is ballen tegenhouden. Ik ben Sarah en ik ben verdediger. Ik ben Eline en ik ben middenvelder. Ik ben Stan en ik ben aanvaller. Ik ben Nick, ik ben aanvaller. Mijn specialiteit is 1-op-1. Ik ben Stan, ik ben keeper en ik ben goed in ballen tegenhouden. Ik ben Lieke en ik ben verdediger. Ik ben René en ik ben ook verdediger. Ja, ik zie allemaal lachende gezichten, maar luister, dan hebben jullie ook een boodschap voor de tegenstanders. Jullie gaan verliezen! Ja, wij hebben het easy win, dus we gaan gewoon winnen. The game is on. Klaar voor de line-up. Let's go. Ik ben vandaag de scheidsrechter, maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk zelf onderling oplossen zoals jullie dat op de schoolpleintjes gewend zijn wanneer de meester en juf even niet aan het kijken is. We gaan nu pispoten om te bepalen wie de bal krijgt. Pis, pot, pis, wee, schat ligt onder en dat betekent dat jij mag kiezen. Ik neem aan dat jullie de bal willen. Ja? De bal is voor jullie. Even heel kort nog de regels. We spelen tot de 5. En voor de rest geen gedoe, maar wel een echte strijd, zodat we straks kunnen zien wie die aanvoerdersbanden gaan krijgen. Nog 2 belangrijke mededelingen voordat we gaan beginnen. Trouwens, je kan dus voor deze bal ook sparen. En we gaan zo beginnen. Iedereen wil winnen, maar we doen het wel met respect met elkaar. Groet elkaar zoals we dat op de pleintjes gewend zijn. The game is on. We zijn begonnen. Oh. Thijs aan de bal. Nick viergever. Oh, mooie panna. Viergever. Nick viergever. Daar is Bram. Oh, 1-0. Wow, wow. Hey, waar is het gejuich van jullie? 3-2. Hey, let's go. Itz speelt hem in op Bram. Bram kijkt om zich heen. Oh, wat een mooie actie daar. Hè? En het is uit. Spanning is om te snijden. Het staat pas 1-0. Een blok. Stan. Ja, goed. En daar is Nick viergever. Hij gaat schieten. Oh, de paal! Goed gedaan door Sarah. Zidane beweging door Bram. Bram gaat schieten. Oh, wat een goede keeper, hè? Nick. Ja! Hij wordt geraakt door de keeper en daarom is het 1-1. Lieke laat aan Frank de Boer zien dat zij ook gewoon bij het mannenelftal hoort. Bram. Ja. Bram! Oh! Ja. Ik zei de hele tijd Bram, maar het was dus Thijs hè, die de eerste goal ook maakte. Thijs, oeh, dat doet hij slim. Lieke. En dan Stan. Oh, wat een redding van Bram. En weer de Zidane-beweging van Thijs. Thijs gaat schieten. Op de paal, redding van Stan. Thijs, goede schaarbeweging, maar Stan, daar is Stan. Oh! Colasso! 2-1. Dit is Thijs. Oeh, goede actie, hè? Hij gaat schieten. Ja, via de keeper! Hé, hey, dit is een serieuze goal, my friend. Oh, wow, 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 wow. 2-2. The game is on. Ik zei het al, the game is on. Ai, ai, ai. Wie gaat die Thijs eens aanpakken?
Zo. Ho, ho, ho. Oh, pas op. Zo, hoog houden. Dat deed Richard Witsch ooit in de wedstrijd tegen Feyenoord. Ajax Feyenoord. Oké, even heel kort. Krijgen jullie 1 minuut pauze. Mogen jullie even bij elkaar als team komen? Druk zetten is dat je bij de man gaat staan, zodat hij niet kan pasen daarheen. Dus dan moet hij wel iets een lange bal zo geven. Ja, die Nick die zit alleen maar trucjes te doen en zo. Maar als je gewoon op de bal gaat, heb je makkelijk. Zijn jullie het allemaal mee eens? Ja. Ja? Oké, ga ik even naar een andere team? Ja, we moeten Thijs gewoon niet laten schieten. Thijs moeten we blokken. We moeten niet bang zijn voor Thijs. Ja, we moeten fanatiek en een beetje safe gaan spelen. Want als Thijs de bal heeft, ja, dan gaat hij gelijk hierheen rennen. En met veel acties en zo. En dan schiet hij. En dan kan het een kans zijn dat hij scoort. Oké, we weten nu wat de tactieken zijn van beide teams. We gaan weer verder met de wedstrijd. Het staat 2-2. Het is oorverdovend spannend. Ik weet niet of dat bestaat. Oorverdovend spannend, is dat goed? Nee, ik... Oorverdovend spannend, ja toch? Ja, ik weet niet. Ja, oorverdovend spannend. Team zwart of team groen? Team groen, want Thijs die heeft echt hele goede technieken. Hmm. Ik denk team zwart, omdat niemand kan om Lieke Martens heen. Oh, dat zijn teksten. En van wie ben je? Dat weet ik niet echt. Maakt niet uit. Ja, dan team zwart, want ik het ook. We gaan weer beginnen en mogen de beste winnen. En dan Nick! En weer de redding van It. Ze hebben een nieuwe wereldkeeper op goal staan. Oh, Lieke Martens! Corner! En daar staat Nick weer. Hij gaat zo. Wat doet hij daar? Oh! Er is tot nu toe nog geen enkele overtreding gemaakt. 3, 2, 1, laat je horen. Oh! Ja, ja. Die box was niet voor de bühne. Er wordt echt sportief gespeeld. We gaan weer verder. Oeh, wat een gekke actie daar. Helaas net niet gelukt. Lieke. Op Thijs. En Thijs is weg. Thijs is weg. Hij gaat schieten. Oei, stiekem de bal. En daar is Nick. Die gaat ook schieten. En de bal is uit. Dit is Thijs. Oeh, Thijs wordt op zijn huid gezeten. Dit is gevaarlijk. Nee! Oh! We krijgen shootouts. Beiden mogen 1 shootout nemen. Als je hem hebt, iets moet je hem uitschieten. 3-2. Wordt dit de 4-2? Oeh, Nick die neemt zijn tijd. Hij gaat niet zomaar schieten. Oh, toch wel. Hij heeft de bal nog. Oh, jee, jee. Zolang de bal niet uit is, heeft hij nog kans. Oh, 15 seconden voorbij. Kom op, hè. Goed opletten. Dit kan de 3-3 worden, hè? Come on. 3, 2, 1. Je hebt 15 seconden de tijd. Oh! Ho, 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 ho. Er staat 3-3. Nog 2 doelpunten verwijderd om te weten wie de schoolcaptains zijn geworden. Nick. Ook van afstand. Oeh, op de paal. Zo! Lieke! Oh! Colasso, Lieke Martens. Dat betekent dat het matchpoint is. Als ze nog een keer scoren, is het klaar. Go. 4-3. Itz gaat van afstand schieten. Oh. Jongens. Pas op voor elkaar. Pas op voor elkaar, alsjeblieft. Gaat hij, Stan? Stan? Altijd boksen, hè? Zo. Niet zo. Oef. Nick tegenover Bram. Bram geeft geen ruimte. Bram. Wat moeten we voor afstand houden in corona? 2 meter. 1,5 meter. Kom maar. Go. Goed gespeeld. Oh. Ik word Lieke Martens bijna. Nee. Lieke, op de paal. Oh. Wee-yo. De school captains 2021. Dit is mooi gedaan, hè. Nu wordt het echt spannend, hè. Nu wordt het echt spannend. Dit is Thijs. Thijs. Oh. Ik al heel lang. Oh. Ho. Wat krijgen we hier?
Het is 4-4. Oh ja, dat ruimt. Wat krijgen we hier? Het is 4-4. Matchpoint voor beide partijen. Als er één iemand scoort, is het klaar en zijn de schoolcaptains bekend. Wie kan de rust bewaren? Is het Nick? Door de benen! Lieke! It met de sliding! Oh! Wow, wow, wow! Oh, dit is Thijs. De scheids moet opletten. Wat op de paal! Oh, ho, ho, ho. Ik telde hem al. Dit is... Hallo, hallo. Rustig. Kalma, kalma. Dit is ingespeeld. Thijs met de goede aanname. Eline, gaat zij het dan doen? Oh, ho, ho. Ik zei het al eerder, dit is spannender dan alle eredivisie wedstrijden bij elkaar. Ik heb niet gelogen. Ai, ai, ai. Thijs? Lieke? Oh! Oké, okay, kom maar. Goed gedaan. Oh, niet normaal. Thijs. Thijs gaat schieten van afstand. Oh, pas op met dat soort schoten. Dat is gevaarlijk. Dit is... Oh, wat een kapbeweging. Wat een mooie bal. Lieke. Oh, met haar linkerbeen. Thijs stuurt iets terug naar de goal. Verkeerde aanname. Ja, daar is ze toch. Sarah gaat schieten. Waarom niet? Thijs gaat erop af. Oeh, pas op voor elkaar. Oh, en een handje, en een handje, en een handje. En we zijn weer cool met elkaar. Netjes, hé. Bal voor team zwart. Itz gaat schieten. En dat is een mooie blok van Lieke. Echt heel erg spannend. Ja, een moment. Je kan elke keer een momentje uitkiezen. Gaan we weer, gaan we weer. Oh, het is klaar. Het is klaar. Oh! Ze werden laat wakker. De winnende is gemaakt. Het is 5-4. Team Groen zijn de school captains geworden. Nick, het was een mooie pot. Waar ging het mis? Ja, toch Thijs weer laten schieten. We moesten het meer druk gaan zetten. Maar uiteindelijk waren wij, vond ik zelf, beter. Vooral op het laatst. Nou, ik vind dat wij... Ja, ons team beter was met samenspelen, want ik zag eigenlijk alleen maar Thijs en Itz aan de bal en bij ons zag ik bijna iedereen wel aan de bal. Dus samenwerking vond ik bij ons wel het beste eigenlijk. Jullie hebben echt heel erg goed gespeeld. Jullie kunnen ook heel trots zijn op jullie zelf. Het was een close call, 5-4. Ik denk dat beide, zeg maar, als je het vaker speelt, dat de ene team de ene keer wint, de andere team de andere keer. Alleen dit keer waren zij het. Helaas een beetje zuur, maar toch bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Ja, de tegenstanders gaven aan dat jullie wel hebben gewonnen. Alleen dat ze wel vonden dat zij wat beter speelden, met name het samenspel. Ja, het is misschien ook wel een beetje waar, maar ja. Dat boeit jou niet nu? Nee, nu gaat het niet om. Ja. Kom eens even hier, Sarah. Wat zei je? We hebben allemaal sowieso een keer de bal gekregen. Ja, dat is helemaal waar. Jullie hebben het ook als team uiteindelijk gedaan. Jullie heeft ook al bijna een keer gescoord. Bram heeft vaak de bal gekregen. Hij heeft goed gekiept een heel stuk. En Sarah ja. Heeft heel goed tegen. Nou, ja. Ik denk dat jullie heel trots kunnen zijn sowieso op jullie zelf. Wij hebben twee dingen voor jullie. Twee dingen? Ja, hallo. Jullie krijgen de aanvoerdersbanden. Oeh, dat is wel lekker. Maar zoals je ziet... hebben we ook iets anders, namelijk een hele mooie beker. Die komt zo meteen. Even wachten, hou hem rustig vast. Kijk, ik kan zelfs in de spiegel inzien. Kan je mijn grote neus er ook goed in zien? Oei. Maar dit is wel natuurlijk een momentje waar jullie op hebben gewacht. Laat mij hem bij jullie doen. Ik ga jullie echt bekronen tot de school captains, dames en heren. Zet je arm maar klaar. Oh. Dit voelt goed. Niet vergeten. Pingel alle doekoe bij elkaar voor jouw school. En voor nu gaan we ons laten horen voor de officiële school captains! Wow! Wow.